Hij heeft het wel verdiend, vind ik. Vind ik ook. Ja, hè? Hij heeft zijn best gedaan en uiteindelijk sloeg hij de plank ook nog eens raak. Nou, nou Matthijs, zeg. Hij komt jouw kant op, hoor. Ik ga hem persoonlijk je kant op brengen. Grabbelton, grabbelton, wat zit er in de grabbelton? Rood, groen, geel of grappig? Niet zoveel, hè? Doe het deurtje langzaam open en dan maken wij nog eventjes een babbel. Oh. Bij de grabbel, bij de grabbel, grabbel. Je hebt er eentje, Matthijs. Ik Matthijs. Heb iets gegrabbeld. Oh, ja. Het is echt prachtig ingepakt in zwarte gaffer tape. Hoezo is het zelf niet makkelijk. Maar hoezo is dat gebeurd dan? Dat heeft nog nooit iemand gehad. Nee, maar dat heeft te maken met het feit dat ik had het... Tenminste, als het is wat ik denk dat het is, dan had ik het ingepakt. En vanwege de inhoud ging het papier weer scheuren. En toen heb ik het weer ingepakt en ging het weer scheuren. En toen denk ik, dat doe ik hem. Lopen mijn vingers gevaar als ik dit vasthoud? Nee. Dus niet als het is wat ik denk dat het is. Maar dan weet ik niet 100% zeker. Het is een dildo. Moet het openmaken, toch? Ja, zeker. Fouten erbij, alles. Oh, die tape zit echt vandaag nog. Jezus. Nou, jij hebt het ingepakt, hè? Dus jouw schuld is nu best lang duurt. Dus ik echt helemaal omwikkeld met tape, hè? Het is echt niet een beetje of zo. Oh, er komt iets tevoorschijn. Het is anders dan ik dacht. Maar oh. Wat dacht jij, Rick, in ieder geval? Het is... Oh, wat schattig. Een eekhoornbeeldje. Dat is toch mooi? Oh, prachtig. Hey, de herfst komt eraan. Ik kan mooi in je huis staan. Een prominente plek. Nou, die krijgt WC zeker een mooie plek. Ja, dank het is jullie wel. Jammer dat het geen vos is. Dat is veel leuker geweest. Ja, bijna. Ja, maar het is wel een beestenboel. Zo. Ja, en hij heeft ook nog iets vast. Maar Dat is die dildo. Dat zal de dildo zijn, ja, precies. Wat ga je ermee doen, Matthijs? Ik denk dat deze in mijn studio komt te staan thuis. Oh, ja, in je studiootje? Ja. Oh. De opname eekhoorn. De opname eekhoorn, precies. Ja. Het is wel geluidsdichte vacht, dus dat scheelt wel. Daarom. Ik ben er heel blij mee. Ja, nou. Je hebt het goed gedaan, Matthijs. En je hebt hem wel verdiend, die eekhoorn. Dankjewel. Matthijs, dankjewel voor het hier zijn. We hebben op dit moment heel Team Saturday Mike Fever bij hem voor de weekend gehad. Ja. Wat vond je ervan? Ik vond het leuk. En jullie? Ja, ik vond het hartstikke gezellig. Ja. Nou, kom er mee door. En wat is nou het leukste deel van Saturday Mike Fever? Dat kunnen we dus nu vragen. Ik heb Daphne niet meegemaakt, dus ik wil niet meepraten. Oh, nou, Rick wel. Ja, Rick. Ik vind jullie vooral als trio het best. We hebben hier achter nog een donkere kamer, dus misschien als we daar straks even... kortzetten. Ja. Hey, het is tijd voor Miguel Spacetip. Het laatste item van de show. En natuurlijk, Millennial Fox. Together. Tot volgende week. Tot volgende week.